De nummer 7 Almere thuis tegen Go Ahead Eagles, de nummer 9 van de competitie. Almere thuis nog niet verloren en lijkt hier op voorsprong te komen. Daar komt de ploeg van Jack de Gier, die zijn loopbaan als trainer begon bij Almere City, goed weg. Problemen dus in de verdediging van Go Ahead. Hunten en Verhulst zitten nog net aan en Venema kan de bal niet onder controle krijgen. Pech dus voor Almere, dan Go Ahead. Met een goede bal richting Berde. Martijn Berde, de linksbuiten, is dit een penalty? Scheidsrechter Bos wil geen strafschop geven. Navratil gaat naar de scheidsrechter toe en zegt, hé, ik werd omver geduwd. Is dit wel of geen strafschop? Nou, er zijn scheidsrechters die gewoon een strafschop geven. Daar komt Koppers en Almere City goed weg. En Jack de Gier is boos. Ruim een uur gespeeld, nog steeds 0-0. Almere iets beter en Korbos met deze overtreding. Alhoewel, hij had al een gele kaart en krijgt hier zijn tweede van de scheidsrechter. Een rare beslissing van de scheidsrechter. Want het is Loen die eigenlijk de overtreding maakt. En dus moet Go Ahead verder met 10. Jack de Gier is boos. Korbos naar de kleedkamer. Go Ahead dus het laatste deel van de wedstrijd door met 10 man. De uitglijder van Beukema. Venema richting de goal, legt af op Hersen en daar is nummer 6 van Hersen en de 1-0 voorsprong voor Almere. Het gouden spitsenduo Venema-Hersen. De fout bij Beukema die uitglijdt en Venema legt hem goed af en Hersen, gekocht van Tottenham Hotspur met de 1-0. Dan de vrije trap voor Go Ahead van de Venne en die bal die valt zomaar binnen. Een afgrijzelijke fout van doelman Smits. Een zwaar bevochten punt voor Go Ahead Eagles bij Almere dat voor het eerst thuis puntenverlies leidt. Mede door een blunder van de doelman Smits. Go Ahead Almere 1-1.